en vandaag spreken we met wethouder Peter Duvekot. Welkom. Dankjewel, wat leuk. We zijn nu bij de raadsvergadering van 12 januari in het nieuwe jaar. Mijn vraag was aan u, wat vond u van de vergadering en dus ook de standpunten? Nou, deze vergadering heeft, we noemen het beeldvormende vergadering, hè? Dus dan komt de raad krijgt dan allemaal informatie over waar we mee bezig zijn. En dat was een beetje onduidelijkheid, hè? Want volgende week gaan we oordeelsvormen, gaan we het debat voeren. Maar wat nu heel erg duidelijk was, is dat dit onderwerp heel erg leeft bij iedereen. Iedereen vindt het belangrijk en iedereen die wil heel graag van alles ook meegeven aan ons. En dat is alleen maar goed, want dat betekent dat we in ieder geval hetzelfde doel hebben, want het gaat over armoede. En dat dat groter aan het worden is. En we maken ons allemaal zorgen erover. Dat is duidelijk vandaag. Nou, dat vond ik wel mooi om, te zien. Dank u wel. U zei in de vergadering dat u en de gemeente ook nog wachten op maatregelen vanuit het Rijk. Maar aan wat voor maatregelen vinden jullie dan dat er nodig zijn? Ja. Nou, zal ik eens heel ondeugend zijn en gewoon zeggen wat ik daarvan denk? Want dat ontlok je me ook wel een beetje. Is prima. Kijk, wij hebben als gemeente kunnen we niet heel veel. We kunnen heel veel doen. Want we krijgen een opdracht om mensen met een minimum bestaan om die te helpen. Maar blijkbaar is dat niet genoeg. Want blijkbaar zijn er heel veel mensen die dus toch nog in armoede komen. En blijkbaar kunnen we met de maatregelen die we hebben vanuit het Rijk zeggen, gemeente, doe dit. En blijkbaar komen we daar dus niet meer uit. En we zijn niet de enige. In heel Nederland, alle gemeentes hoor je daarmee worstelen. Iedereen gaat dingen bedenken en dan gaan we allemaal toeslagen en noodfondsen en zo. Blijkbaar moet het Rijk eigenlijk eens goed gaan nadenken en denken van ja, dat minimum wat we stellen, een minimum inkomen, dat minimum bestaan, is dat nog wel realistisch? Dus als het Rijk zegt, dit is het minimum bestaan wat iemand heeft, blijkbaar zou dat dus eigenlijk iets groter moeten, denk ik. Maar goed, ik hoop dat het Rijk daar ook goed over nadenkt. Doen ze natuurlijk ook wel. Maar ik zou het heel wat waard vinden als het Rijk daar ook op korte termijn met meer maatregelen komt die in die hoek zitten. Dus rek het op. Zorg ervoor dat we met elkaar het gesprek aangaan over wat vinden we nou minimum. Want blijkbaar is dit dus niet hoe het werkt. Dank u wel. Er was in de vergadering ook behoorlijk wat verwarring over de nulmeting. Ja. Kunt u hier nog wat toelichting over geven? Ja, het was een beetje een woordendiscussie. Een nulmeting, dat is een soort wetenschap. Als je een nulmeting doet in een onderzoek, dan begin je dus helemaal van niks uit. Althans, daar ging het een beetje om. En we doen al heel veel. Dus eigenlijk is het meer een startmoment. Van het startmoment van dingen die we deden, die doen we al. En dat is nu het startmoment. Even een meting van hoe staat het er nu voor en wat gebeurt er nu in de komende tijd? Komt er nou meer bij en wat voor mensen komen erbij en hoe ziet het eruit? Dat is een beetje dus. Het is geen nulmeting echt op die manier, maar het is wel een nulmeting van hoe staat het ervoor nu. Dus het was een beetje een soort woordendiscussie, maar we zijn er wel uitgekomen. Ja. Dank u wel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in de ronde. Tot de volgende keer. Leuk, dank je wel.